Namenavond vond in Concertgebouw de Vereniging de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen plaats. Uiteraard werd er gesproken over bepaalde verwachtingen en dingen die beter moeten gaan met de stad. Burgemeester Bruls kijkt uit naar 2020. Nou, ik kijk altijd wel uit naar de toekomst. Een nieuw jaar brengt ook nieuwe mogelijkheden en ook heel veel dingen waar je sowieso kunt verheugen. Ik vind de Vierdaagse bijvoorbeeld altijd iets om uit te zien en eerst weer lekker carnaval. Maar het belangrijkste is voor ogen te houden, er gebeuren altijd onverwachte zaken in zo'n jaar. Dus ga nooit op je automatische piloot zitten en dat heeft begin van dit jaar ook weer geweest. Er kan altijd van alles gebeuren. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Iets wat Bruls erg belangrijk blijft vinden om bij stil te staan. Wat wel heel belangrijk is waar we mee verder gaan, is het vieren van 75 jaar vrijheid. We gaan in februari een heel groot jongerenfestival, helemaal gewijd aan vrijheid. Maar dan nu, niet terugblikken, maar ook kijken wat betekent dat nu. En er zijn een heleboel grote en kleine evenementen die plaatsen vinden. Onze stad groeit, zoals ik vanavond in mijn toespraak aangeef. En dat merk je ook terug. Er wordt meer georganiseerd, er komen meer evenementen. Geeft ook nieuwe uitdagingen. Je moet ook qua veiligheid en leefbaarheid worden er ook niet makkelijker op. En nou, dat zal dit jaar ook zo zijn, maar dat houdt het leven wel spannend. Kader Shafik werd in het Concertgebouw gekroond tot Nijmegenaar van het jaar 2019. Hij was zelf aangenaam verrast met deze prijs. Voor mij was de nominatie een eer. Ik krijg zo een fles wijn uitgereikt. En voor mij was de nominatie een eer. En de andere genomineerden hebben net zoveel inzet gekregen voor de stad. En eerlijk gezegd, ik was zelf ook de fan van Bart Janssen. En ik hoopte dat hij de Nijmegenaar van het jaar werd. Het prachtige boek wat hij geschreven heeft, Het Verdriet van Nijmegen. Maar ik ben het geworden en ik vind het wel een eer. Het is een verrassing. Ja.